De wet belasting over de toegevoegde waarde 2022, BTW, is officieel op 1 januari ingegaan. Echter heerst er onder de samenleving grote onwetendheid over de werking van de wet. In een persbericht van het CDS staat dat alleen ondernemers die geregistreerd staan bij de Belastingdienst BTW mogen toepassen. Na registratie ontvangt de ondernemer een BTW-certificaat die toestemming geeft om deze belastingen toe te passen. Het BTW-tarief bedraagt 10% en zal van toepassing zijn op geleverde diensten, invoer en levering van goederen. Op de in de wet genoemde 32 basisgoederen wordt er geen BTW toegepast, terwijl op de brandstof er een percentage van 5% wordt geheven. Ook op onder andere de levering van water, elektriciteit, kookgas, binnenlandse personen- en goederenverkeer, ziekenhuis- en laboratoriadiensten, onderwijs, uitvaartdiensten en lokale ziektekosten wordt er geen BTW geheven. Alle producten en diensten die vrij zijn van BTW staan opgenomen in de wet.